Was is schoon, hè? Ja, dankjewel. Maar ook van dichtbij? Nou, nee, eigenlijk niet. Er zit toch nog iets van chocolademelkvlek in het schortje van Linda. Misschien ingebrand. Tja, een verkeerd wasmiddel. Hé, hey, wacht Moet eens even. Moet je nieuwe Ariel eens proberen. Ariel? Dat was prima schoon zonder koken. Maar de kookwas? Het is ook nieuwe Ariel. Nu voor uw totale was. Dus ook voor de kookwas. Krijg ik zulke vlekken er dan wel goed uit? Al voordat het water heet wordt, verwijdert nieuwe Ariel de vlekken. Dus geen inbranden. Ook de kookwas schitterend schoon met nieuwe Ariel. Het is nog waar ook. Die vlekken zijn nu wel goed uit mijn kookwas. Zelfs tegen het licht. En de bonte was? Ja, net zo schoon. Met nieuwe Ariel, mijn totale was wel goed schoon. Overtoon, dan Dolder. Graag 3 bureaus, 32 stoelen, 2 kasten, 8 tafels, 4 ladders, 40 wielen, 3 rekken, 30 meter stelling en 200 bakken. Maar ik moet het wel snel hebben. Dat is snel. Inderdaad, Overtoon levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren uit voorraad. Nou, een tijdje geleden zaten we op een avond tv te kijken en toen zei mijn vriend opeens... Hé, maar Jan, je zit toch altijd zo te handen met je roos? Moet je eens kijken. Toen zag ik dat filmpje van Head & Shoulders. De halfhoogtest bewijst het. We wassen 4 weken lang de ene helft met Head & Shoulders en de andere helft met een gewone shampoo. Je ziet het verschil. Met een gewone shampoo nog steeds roos, maar met Head & Shoulders geen roos meer te zien. Ja, ik ga daar een beetje mijn haar in tweeën zitten delen, zeg. Maar ik heb toch mijn haar ermee gewassen en ik vind het een heerlijke shampoo. Het ruikt echt lekker. Nou, en steeds kijken natuurlijk of die roos al weg was. En wat denk je? Na een paar weken? Geen spikkeltje roos meer te zien? Die Head & Shoulders werkt echt. Nieuwe Head & Shoulders stopt roos beter dan gewone shampoos. En het ruikt nu nog lekkerder ook. Mooi, hè? Acceleratie ziet u net niet. Jammer. Peugeot 505, het comfortabele vermogen. Ik zit met jou. Huh?